So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Hoi, ik ben Jasper, vriend van Jeroen. Hallo, mijn naam is Chantal Wyatt, ik ben het zusje van Jeroen. Ik ben Nakaas, 24 jaar. Ik ben een mattie van Jeroen. Hallo, mijn naam is Duran. Thai box trainer van Jeroen. Jeroen is heel erg gemotiveerd iemand die niet opgeeft. Ik zie hem, Jeroen, groeien en hij blijft groeien. Hij wil heel graag leren of ontwikkelen, zichzelf ontwikkelen. En hij is goed bezig ook op Thai box. Helpt hij mee met jongeren, met lesgeven. Door de training geven aan de kinderen geeft hij zijn eigen boodschap ook aan door aan kinderen dat ze nooit moeten opgeven en door moeten gaan. En van daaruit dat ze wel iets kunnen bereiken. En Jeroen gebruikt zichzelf als voorbeeldfiguur. Dat hij nooit opgegeven heeft. Vallen en opstaan heeft hij toch zoveel bereikt. Met muziek. Met sporten. Zijn werk, school. Dat komt allemaal door zelfdiscipline. En dat heeft Jeroen enorm. En ook met zijn laatste album dan Back to School. Probeert hij jongeren te motiveren om weer een opleiding te beginnen. Ze zijn echt goed als Jeroen mee bezig is. En, Zoals jullie ook weten, Jeroen is heel veel bezig met muziek. Ik ben zelf ook een fan van zijn muziek. Niet omdat hij een vriend is voor mij, maar om de boodschap die hij overbrengt aan de mensen die zijn muziek luisteren. Met zijn muziek probeert hij mensen wakker te schudden van wat hij heeft geleerd en wat hij in het leven heeft meegemaakt. En met zijn muziek vertelt hij ook meestal wat het beste is voor mensen. Hoe belangrijk het is om een diploma te halen, hoe belangrijk het is om te werken. Probeer jongens van de straat af te houden. En dat is eigenlijk echt de boodschap die hij wilt overbrengen naar de mensen die zijn muziek luisteren. Maak wat van je leven en ga niet op straat hangen en zo. Daarom ben ik persoonlijk een fan van zijn muziek. Ik vind Jeroen een hele goed iemand als voorbeeldfiguur voor kinderen. Want hij vertelt ook hele mooie verhalen. Gewoon alleen maar positief. Dat komt ook in zijn muziekteksten voor, ook tijdens trainingen. Ik ben heel erg tevreden, ik ben ook heel blij dat ik hem heb. Dank.